Amsterdam. En Bakhuis te Zwijgen. Oh, oh, wie had dat gedacht? En hier wordt vandaag de uitreiking van Speelgoed van het Jaar gedaan. Willem de Jong heeft een prachtig boek geschreven over wat overmatige verwenning is. En zijn visie geeft u wellicht inzicht in de beantwoording van deze vragen. Willem. We zien daar toch vaak dat helikopterouderschap, ouders die proberen kinderen te behoeden voor ongemak en frustraties. Een ander criterium is dat onevenredig beroep doen op middelen die in gezin ter beschikking staan. Dus zeg maar, de materiële verwenning vindt niet alleen plaats in die gezinnen waar heel veel geld binnenkomt. Het gebeurt ook in gezinnen waar weinig geld ter beschikking is, maar waar in verhouding heel veel geld gaat naar materiële zaken binnen het gezin. Er wordt soms gedacht dat de meerwaarde van spelen op die tablets en op de computers is dat je ook wezenlijk ander type speeldingen hebt. Hoeft niet. Je ziet heel veel dingen uit de geschiedenis terug, ook in elektronische vorm. Maar de vraag is, wat voegt eigenlijk zo'n tablet toe? Hè? Dat is de meerwaarde. En wat ik dan zie is dit, dat de tablets en de computer voegen, bijvoorbeeld neem maar de iPad, heel veel multimediale mogelijkheden toe. In de categorie 0 tot en met 2 jaar... Wat denken jullie? Wat vonden jullie het leukste van deze? Ja, zeg maar. Tablethouder, die is niet geworden. Wat vond jij het leukste? Wat, kom eens even hier, wat zeg je? Nijntje Verstoppertje. Ja, Nijntje Verstoppertje! Wat vinden jullie van deze categorie het leukste? Ja, zeg maar. Klik. Klik? Jij bent voor Klik en jij? Hot Wheels. En jij? Ik ook voor die Hot Wheels. Oké. En ja, jij? Ik ga net zo lang door tot ik hem heb, hoor. Was de laatste. Nou, dan ga ik het nu aan Martin Valenkamp vragen. Ja, laatste. De Pinnypon. De Pinnypon, ja. Het is dus geworden de Tiptoy Starter Set met stift en boek van Ravensburger. Die kindertablet. Jij vindt dat die kindertablet het leukste is? En wat vind jij? Die smoothie maker, ja, die is lekker, hè? Wie vindt allemaal de kindertablet? En wie de smoothie maker? Het zijn er iets meer voor de kindertablet. En die heeft ook gewonnen! Oké, wat is nou jouw favoriet? Toch de Boom Boom Balloon. En die van jullie? Boom Boom Balloon! Nou ja, oké. Wie zou die hebben gemaakt, de Boom Boom Balloon? Ja. Nou, het is niet te geloven. Kom maar weer naar voren. Boom Boom Balloon! Het is al zo vaak genoemd vandaag, die Game Changer. Maar de winnaar is Stenen Tijdperk! Ja.